Onze stad heeft alles om een wereldstad op mensenmaat te worden. Dat wil zeggen een plek waar je thuis kan zijn, waar je kan groeien. Het kan een stad worden die bruist met grenzeloze ambitie en vol goesting om het beste wat de toekomst te bieden heeft naar hier te halen. Het kan ook een stad worden die ervoor zorgt dat mensen en bedrijven groeien. Want een stad kan maar groeien als de mensen die er wonen het goed hebben. En weet je wat? We hoeven het warm water niet uit te vinden. Overal zijn er steden die oplossingen hebben gevonden voor de uitdagingen waar Antwerpen tegenaan loopt. En die oplossingen die kunnen we hier gebruiken om een stad te bouwen waar meer ruimte is. Ruimte om betaalbaar te wonen, zodat een woning geen kinderdroom blijft. Waar ook meer ruimte is voor groene en schone buurten, voor ondernemers, voor Antwerpenaren om vrij te zijn, om hun ding te doen en vooruit te raken in het leven. Om dat te kunnen is het allerbelangrijkste een open blik en vertrouwen. Want mensen kennen hun buurt het beste. En het bestuur moet erop durven vertrouwen dat zij het best weten wat er in hun buurt moet gebeuren. En daarom wil ik inwoners een stem geven en de macht om te bepalen hoe hun buurt er in de toekomst moet uitzien. Dat heet inspraak en participatie. De macht echt delen en luisteren wat er nodig is. Door de burgerbegroting in te voeren heb ik daarvoor de eerste stappen al gezet. En nu moeten we doorpakken. En als we het over vertrouwen hebben, ook ondernemers moeten we dringend meer vertrouwen geven. Want Antwerpen is niks zonder het werk, de inkomsten, de oplossingen die zij maken. Onze stad is geen slaapstad, maar een bruisende handelsstad waar geld verdiend wordt, waar kansen gecreëerd worden. Schrap daarom de nutteloze bureaucratie en de regeltjes. Gebruik de kennis van de administratie om dingen mogelijk te maken. Focus de slagkracht van de politie om de rotte appels in de sjoemelaars eruit te halen. En kleine problemen lossen we anders op. Waarom moet een beginnende winkelier die geen sticker heeft onder een beveiligingscamera meteen een boete krijgen, terwijl naast de deur de witwaspraktijken gewoon voortgaan? Waarom moet je, wanneer een café met terras overneemt, opnieuw een ellenlange vergunningsaanvraag trotseren? En waarom kunnen we niet vlotter van kantoren, woningen maken of winkels of omgekeerd? Dat moet vlotter aangepast worden aan wat de buurt vandaag nodig heeft. En waarom lijkt het alsof elke bouwvergunning die beslist wordt met een schijn van willekeur? Dat kan en moet anders. We mogen niet blind zijn voor de uitdagingen die er in de stad zijn. Hoe leven we samen met al onze achtergronden, onze culturen en dromen? We moeten durven spreken over hoe we de stad met elkaar delen. En dat gesprek moet je telkens opnieuw voeren wanneer er conflicten opduiken. Dat vraagt vertrouwen dat de meeste Antwerpenaren het goed voor hebben. Dat betekent dat we moeten durven kijken waarom dingen fout lopen. Daarom hebben we buurtregisseurs nodig die de buurten echt kennen. Miserie en overlast moeten we aanpakken, maar niet door met boetes, premies of met checklists te zwaaien. Nee, we moeten volhouden tot de problemen opgelost zijn. Wist je bijvoorbeeld dat een jongere die zonder diploma de school verlaat ons bijna €1 miljoen kost? En wanneer die wel een diploma haalt, een job vindt of onderneemt, dan maken we er fiere inwoners van die de stad doen groeien en eraan bijdragen. En daarom willen we superbasisscholen in elke buurt en willen we ook de organisaties die met jongeren werken versterken. Dat levert voor iedereen op en maakt onze stad sterker. Het loont om te investeren in mensen en in buurten. Want een sterke stad bouw je met sterke mensen. Ik ben Willem Frederik Schild van Open VLD. Bouw met ons aan de stad van de toekomst.